Vanuit Stadsbioscoop Rembrandt in Arnhem gaan we het hebben over de nieuwe gameverfilming Warcraft The Beginning. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Ik ben Henk. Ik ben Alex. Ik ben Pim. En ik ben Sander. En we gaan het vandaag hebben over Warcraft The Beginning, de eerste Warcraft film ooit. Whatever you plan to do, do it now! En omdat het een gameverfilming is, hebben we vandaag een special guest. Alex van Gameliner.nl. Yay. Get hyped, jongens. Ja, spannend. Dus, Alex, aan jou de eer. Wat vond je van Warcraft? Wat ik van de film Warcraft vind? Ik ben een beetje gematigd positief. Ik bedoel, de serie is heel erg populair van Blizzard. En ik wist eigenlijk in eerste instantie niet wat ik echt bij die film moest voorstellen. Aan de ene kant vind ik die film heel erg tof, omdat je heel veel uit de serie, uit de game herkent. Maar ik kan me ook aan de andere kant wel voorstellen, als jij die serie nooit hebt gespeeld, dat die eigenlijk die film te snel naar een climax gaat. En dat is dan wel weer jammer. Kan je kort vertellen? Ik heb weinig Warcraft gespeeld, alleen vroeger waarschijnlijk de RPG-versie. Kan je het vergelijken met World of Warcraft? De film. Ja? Ja. Is het zeg maar die verhaallijn volgens enigszins? De Warcraft-serie, zeg maar, want World of Warcraft is zeg maar alles samen. Maar je hebt ook gewoon Warcraft 1, 2 en deel 3 is ook al. Maar dat is echt heel groot. En daar is deze film maar een heel klein stukje van. Dus ze hebben wel echt gewoon de basic genomen. En een deel zeg maar binnen de serie. Maar wel zodat ze daarna weer verder kunnen met het verhaal eventueel. Ja, dat is ook al min of meer een beetje tussen de neus en lippen door aangekondigd. En Blizzard kennende, die gaat dat echt wel op poot zetten. Ja, die gaat dat wel doorzetten. Dat is wel een doorzetten. Gematigde reacties in Amerika, maar volgens mij in de rest van de wereld ging het allemaal best wel goed. In China, volgens mij was het helemaal hype. Ja, volgens mij hebben ze in China een aantal records verbroken, inderdaad. Maar ja, inderdaad, in Azië is het natuurlijk echt super game. Ja, daar zijn ze ook gewoon Blizzard gek. Ja, daarom echt. Ja, ja. Natuurlijk, die serie is ook echt mega groot, echt zeg maar. Want hoeveel spelers zijn er op dit moment? 6,7 miljoen. Wereldwijd. Dus ja, ik bedoel, als je al die fans zeg maar naar die film toe krijgt, ja, dan ben je eigenlijk, heb je volgens mij het geld, het budget wat ze ervoor neer hebben gelegd, volgens mij al lang terug. Ja. Dus die instant base is echt mega. En niet alleen Warcraft, natuurlijk ook gewoon de hele Blizzard fanbase. Ik bedoel, kijk naar BlizzCon bijvoorbeeld, dat is dan één keer in het jaar, hoeveel mensen daarop afkomen. En het is gewoon een feestje van Blizzard. En waar eigenlijk soms nieuwe games aangekondigd worden, maar soms ook helemaal niks eigenlijk. Ja. Dus dat is wel heel tof. For orcs, there is no other life but war. Nou, dan de Filmerts guys. Ja, maar ik heb één keer een weekje de trial van World of Warcraft gespeeld. En je verder, bent wel een expert. Dus. Verder helemaal niks, dus ik ben er echt een soort van... Beetje zo'n RTL Boulevard expert, nee? Ik heb me een weekje begeven in de wereld van de filter. Een Warcraft version ben ik. Dus ik had ook wel echt het idee dat ik dingen gewoon, dat die over mijn hoofd heen gingen. Omdat ik gewoon aan zoiets had van, dit is vast heel vet als je het kent, maar ik ken de lore niet, zeg me niks. Nou, dat had ik op zich ook wel bij Lord of the Rings bijvoorbeeld. Maar dat voelde dan had het wat meer... Opbouw. Daardoor heeft het wat meer gewicht of zo. Omdat je dan denkt van, oh ja, ze hebben het over dingen. En dat voelt allemaal wel een beetje verbonden aan elkaar. Ja, maar dat beweegt zich ook dan in die film, wordt dat iets opgebouwd. En hier was dat niet echt. Ja, daarom. Ik heb ooit Warcraft 3 wel een tijdje gespeeld. Nooit World of Warcraft aangeraakt. Omdat ik bang was, omdat ik dan al mijn leven gewoon zou verneuken. Zo ben ik dan weer wel. Yeah. It's like crack, man. Ja, ik herkende wel sommige dingen ooit vaag, maar het was echt te veel. Ik kwam gewoon naar voren van, ik dacht, geen idee. Maar. Ik denk ook wel dat het zoals bij Lord of the Rings, heb je 3 films van 3,5 uur of zo om dat allemaal op te bouwen. Precies. Dus dan kun je ook veel meer meegeven van de achtergrond dan in Warcraft, een film van 2 uur en een kwartier of zo. Weet je, en daar moet je het mee doen. Ja, en toch vind ik het wel jammer, want ook voor de Warcraft fans onder ons, ik bedoel, Hij ging wel heel snel. Ik bedoel, je zag eigenlijk al in het begin af, was al vrij duidelijk waar het naartoe ging.
En de personages en zo, je herkent wel een aantal personages uit de serie. Maar het ging wel heel snel, vond ik hoor. Ja, dat was ook wel een ding toen wij de bios uitliepen. Van, ja. Goh, dat voelde echt ongelooflijk gefragmenteerd. Ja. Je merkte gewoon dat de edit, dat ze echt stukken eruit hebben moeten hakken. Gewoon en hele scènes ook. Ja, ja, want 40 minuten in totaal is er nog uitgeknipt voordat hij in de Dat wist ik dan hij niet. Hij moest echt een stuk korter en dat was zo merkbaar. Zeker in het begin wat heel snel ging. En op het einde zat er inderdaad een stukje, maar daar gaan we dan straks over praten. Bij de spoiler. Maar dat was het voornamelijk. Het was niet direct een slechte film, maar de flow zat er niet helemaal goed in. Tempo was helemaal raar, want soms ging het heel snel. Toen had je weer hele lange stukken van expositie en mensen die gewoon aan het praten waren. Dan begon het weer een actiescène en dat werd een beetje een rommeltje. Dat is normaal toch ook wel, maar zo voelde het gewoon niet dat nou echt heel lekker was. De sprongen waren denk ik niet logisch in het verhaal zelf. Soms sloegen ze de sprongen het verhaal nam. Soms stonden mensen op een totaal andere situatie en die hadden gewoon opeens... Ja. Ja, en die personages hadden ze misschien ook iets meer inhoud moeten geven. Even iets meer van wat houdt hun bezig, zeg maar. Want het was een beetje... Maar goed, daar hebben ze ook tijd voor nodig, natuurlijk. Ja, klopt. Dat is, denk ik, dat daar echt wel de onder te lijden heeft gehad. Onder het feit dat gewoon heel veel stukken eruit moesten. Waarschijnlijk van de studio's. Van, joh, hij duurt te lang. Ja, en haal dan maar die dingen eruit en niet de actiescènes. Ja, natuurlijk. Nee, want de actiescènes, die zitten natuurlijk in de trailer. Dus dat mag er niet meer uit, weet je wel. Ja. Nou, ik was wel heel erg positief verrast over de orks. En waar ik aan het begin, volgens mij bij de... Wat hadden we? Voorbeschouwing van Warcraft. Volgens mij hebben we deze trailer ook. Volgens mij niet hoor. Niet? We hebben gewoon een keer in de wandelgangen besproken. Ja. Maar ik had toen aan het begin echt zoiets van... ga ik dit wel geloven, al die CG-characters? En ik was echt wel snel overtuigd van alle orks die rondliepen. Ik vond dat ook wel vet. Dat zij ook gewoon een proper verhaal hadden. En niet alleen maar als... soort van de bad guys aankwamen en alles kapot hakten. Maar dat je ook een beetje conflict had binnen die stammen. En ja, dan moeten we eigenlijk met de spoiler... als we het over de spoilers gaan hebben, kunnen we daar wat meer diep op ingaan. Ja, precies. Ja, ik vond dat eigenlijk een beetje cliché allemaal. Maar je zag het wel van mij de vraag. Maar ja, goed. Maar het zat, Avatar ook, hè. Dat was ook gewoon maar... Maar als je naar heeft er wel wat van Avatar. Ja, het is bijna allemaal CG, gewoon. Echt bijna alles. Ja. Nou ja, ik had het toevallig had ik het ook opgeschreven. Bijna 80% van die film is CGI. Ik bedoel, het is echt wel... Ja. En dat merkte je wel bij de stukken met mensen... dat de greenscreen niet hun beste... Nee, de keys waren niet altijd even goed. Nee. Of de belichting of zo van die characters... als die dan op die adelaar sprong of zo. Wel. Dacht ik van... Stonden soms wel iets te los van de rest van de omgeving. Something is coming. I can feel it. Nou ja, acteer inhoudelijk. Hoe vonden we het geloofwaardig? Ik vond het niks noemenswaardig, moet ik heel eerlijk zeggen. Er waren ik zat niet te cringe in mijn stoel. Het is niet slecht, maar nee. Het was geen de Mr. Right in ieder geval. Nee, dat is niet het geval. Nee, maar ik... Dat was nog een ding. Iedereen was heel jong. En niemand propere... leeftijd of zo. Zelfs de magier waarvan je verwacht dat hij een beetje oud zou zijn, was nog in zijn, wat is het, eind 30 of zo voelde die. Ja. Misschien wel jonger. Ja, het was inderdaad allemaal een beetje, Alleen die, in het midden of zo, als andere magiers erbij kwamen, die waren iets ouder, maar nog steeds niet echt stokoud. En dat had je bij, als we dan weer de referentie met Lord of the Rings kunnen maken, was dat toch wel veel... Ja, had je veel meer het idee van, kinderen en ouderen. Ja, maar Lord of the Rings is natuurlijk wel het... Ja, dat heeft de grond gelegd voor het fantasy-genre. Dus daar word je gewoon mee vergeleken als je een fantasy-franchise maakt. Ja, daar kan je niet omheen. Klopt. En bij alles is dat je kant ook... Die lijn kun je gerust trekken. Dat is zo hard geïnspireerd er ook op. Ja, flinke lore uitleggen, maar dan niet alles. Ja. Wel heel veel epische veldslagen en zo die... een soort van ergens beschreven staan. Ja, of, die dwarfs die er heel mondjesmaat in zaten. Maar ik leek ook wel echt op de dwarfs van Lord of the Rings. En de hobbits dan inderdaad. Ja, die deden me daar wel echt aan denken. Maar wat vond... Zou heb je zin in een volgend deel? Nee.
Ik denk als ze iets meer inhoud geven aan het verhaal, zeg maar, en dat langzamer opbouwen en ook echt meer body eraan geven, dan denk ik echt wel dat daar de kans heeft. Ik bedoel, want hij was niet slecht te filmen. Ik bedoel, nee, dat is zeker. En vaak, ja, bij een tweede deel leren ze van het eerste deel. Alhoewel, ze zijn al bijna 10 jaar bezig. Dus ja. Zou je, dat is dan meer misschien voor Sander en Pim. Zou je het met zou je wel met Duncan Jones een tweede deel willen zien? Ik heb liever dat hij een andere film gaat. Gewoon zodat hij zijn kostbare energie in een mooi product kan steken. Ik ben echt zijn debuut heb ik destijds gezien. Toen ben ik echt gelijk gewoon instant Duncan Jones fan. Ook was dat? Moon was dat. Kijk. Trailer stukje. Dat vond ik erg goede film. Toen had hij daarna had hij Source Code, die was iets minder. Maar vond ik nog steeds echt een hele vermakelijke film. Een aardig film, ja. Had hij daar nog aan meegeschreven? Dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Maar dat was echt zijn eerste film dat hij echt gewoon een groot budget had en zo. Want Moon was echt, had hij gewoon in 2 weken filmtijd of zo, had hij dat in elkaar gedraaid. Ja? Ja. Wow. Allemaal in de studio. Allemaal miniatures zijn dat ook. Al die exterior shots. Dat is wel nice hoor. Ja. Oh man. Moet hem echt kijken. Shit, dan moet ik hem nog een keer gaan. Ja. Maar goed, in ieder geval. Date night, Pim. Nee. Natuurlijk wel. In ieder geval vond ik Warcraft vond ik dan ver onder de maat van wat die twee films betreft. Ik vind het jammer. Maar ik ben ook wel erg benieuwd naar als er straks de Blu-ray uitkomt. Ja. Daar zit als het goed is die extra 40 minuten weer ingeknipt. Of het dan weer wat beter tot z'n recht komt. Want ik denk dat er gewoon heel veel mist inderdaad gewoon aan opbouwen en zo. Van dingen die eigenlijk wel belangrijk zijn voor het totaalplaatje. Ja. Die gewoon nu eruit geflikkerd zijn voor de bioscoop-release. Waardoor je dus echt gewoon wel stukken mist. Ja, waar ik bij Lord of the Rings, de Extended Editions, nog wel zoiets had van... Nou, hè. Ja, op zich best wel goed geknipt. Ja. Ja. Had ik bij deze wel van... volgens mij gaat het echt wel veel doen aan het verhaal. Dat ik je echt denkt van... Nu wat ik bij Lord of the Rings, de laatste, de Return of the King... Vond ik ook wel echt gewoon de Extended versie. Had ik ook niet zoiets van schieters op of zo. Had ik bij 1 en 2 wel, hoor. Maar... Oké, nou... Dus gematigd zijn we, maar wel... Gematigd enthousiast. Louter poes. Ja. Niet louter, shit. Whatever, man. Gewoon naar de spoilers. Spoilers. Oké, door naar de spoilers. Wat willen we heel graag over spoilers? Ik heb niet zoveel bijzonders. Wat vonden we dat die dood ging? Of ze dood gingen? Eigenlijk gaan ze nu door met hun zoon. Dus waarschijnlijk gaan ze een time jump maken naar... Met hun zoon. Ja, van de orks. Van de orks, Dus waarschijnlijk gaan ze een time jump maken naar tiener. Zou kunnen. Ik denk niet helemaal volwassen. Beetje nog rebels. Ja, nog een beetje zo'n broekje. Zo'n coming of age story. Weet je. Ja, maar hij wordt toch opgevangen door mensen. Dus dan krijg je dat, denk ik. Dat hij kan niet opgroeit tussen de mensen en... Hun ways leert. Ja, met discriminatie te maken krijgt of whatever. Ja. Die Engelsen. Maar ik vond het wel... Ja, dat vind ik meestal wel tof. Dat ze het durven om een hoofdpersoon waar ze dan al best wel lang mee bezig zijn. Een hele film lang mee bezig zijn. Om die dan te zeggen van, hey, die laten we dan doodgaan. Zelfs als we weten dat we een volgend deel gaan doen. Maar dat is juist een beetje dat is populair tegenwoordig. Hè? Dus kijk maar naar Game of Thrones bijvoorbeeld. Dan gaan ze maar klappen allemaal. Dan wordt iedereen omgelegd. Dan een vergelijking. Het had absoluut niet dezelfde impact als... Nee, maar dat is omdat je geen band dus hebt met die personages. Ja, als je wel een band had. Dat, die magier, hoe heet die dude? Ja, Medivh of zo. Medivh? Ja, The Guardian. Ja, dat die slecht werd, dat was echt al na de eerste... Cliché weer. Ja, dat zag je aankomen. Toen ze opgooiden van, iemand moest ze uitgenodigd hebben. En dan zei ze wel, oké. Ja, eigenlijk al tijdens dat... tijdens dat die andere gast omhoog ging in die toren. Dat die bij de boekenkast stond. Ja, dat was... Ja. Dat was eigenlijk al dat je dacht van, nou... Dat was wel leuk dat je een ander... karakter zag die je niet helemaal snapte en uiteindelijk... Precies, dat was wel... Dat was wel grappig, maar hij werd er heel snel duidelijk van, oh ja, dit wordt de bad guy. Eigenlijk... Eigenlijk niet, want het was de good guy uiteindelijk, als je het zo gaat bekijken. Omdat hij de poort weer... Ja. Ja, want hij heeft zichzelf wel geredeemd, inderdaad. Nou, dat vind ik nog niet echt. Ja, maar je hebt... Hoe was dat nou? Dat je echt zo'n... Dat is waar. Je hebt zo'n film waar je op het laatst zegt van, wow, shit, dat was die. Oh, ik weet. Ja.
vond ook een hele... Talk yourself. Ik vind de personages vond ik ook af en toe nog wel wat verwarrend. Dat ik af en toe dat niet goed geëstablished was wie nou wie was en wie daar nou bij hoorde. Dat ik af en toe nog wel eens na moest denken, oh, what the fuck, wie is dit nou weer? Ja, dat had je meer bij de, volgens mij, de mensen dan bij de orks. Ja, de orks waren allemaal jonge gasten met baarden. Ja, ja, inderdaad. Ik heb zelfs de vrouwen lekker erop. Ja, precies. Batman Begins. Wat is daarmee? Toen was ik echt zo'n mindblown stukje van... Ja, Ra's al Ghul, bla bla. En ik dacht van, wie gaan ze nou nog introduceren... die een hoofdpersonage gaat zijn in deze film? En toen was het Liam Neeson. Toen dacht ik echt, wow, dit had ik echt totaal niet zien aankomen. Dat vond ik, en dat was... Dat is wel leuk. Dat probeerde ze hierbij. Dat wel vaker. Die had dat met in zijn stem natuurlijk ook gedaan, met Damon. Nou. Ik vind dat wel leuke dingen altijd. Ja. Dat je dat dan niet weet, dat het niet in de trailer zit of zo. En dat je dan ineens, wow, weet je, dat is toch een leuke verrassing. Ja, dat had hier misschien ook ingezeten, maar dat was gewoon niet helemaal goed gedaan. Nee, het is gewoon, die 40 minuten hebben we echt gewoon die film. Misschien wel bedoeld, maar niet... uiteindelijk niet... is het er niet uitgekomen. Ik snapte totaal niet wat er gebeurde toen die gast ging toen dat eerste keer dat vuur oproepen. Hoe heette dat spul? Het groene... De vel. En toen ging hij die ene ork niet dood. Precies. En er werd er gezegd... Heel convenient, zei die ork, zei van ja, alleen de echte groene orks, die gingen dood. Is dat een ding of niet in Warcraft? Dat deel, sowieso, kijk, weet je, World of Warcraft is, al die personages zijn zo verschillend van elkaar. En dit deel, dat had ik ook, ik had echt zoiets van, nou, ik heb echt geen flauw idee wat hier nu echt precies mee bedoeld wordt. Ja. Dus weet je. Het probleem waar ik er ook mee heb, is ze lost het niet op. Want dan zegt hij, ja, alleen de groenen gaan dood. En dan heb je niet een moment dat die persoon denkt van, of die ork denkt van, dat hij dat verder uitdiept of iemand ermee confronteert. Nee, hij zegt dat gewoon opeens. En volgens mij is dat iets wat gesneuveld is op de editingvloer. Ja. En dan later gebruikt die magier toch gewoon dezelfde kracht om die gast te vermoorden. Ja, maar dan stilt hij die levenskracht. Ja. Volgens mij is dat anders dan van die shit. Okay. Maar dat hebben ze ook niet echt. Magic dingen. Ja. Ja, nee, dat is niet echt... Zelfs die oude gast van de orks was toch gewoon een normale kerel. Ja. Uiteindelijk qua leeftijd. Dat dacht je. Ja, dat kwam alleen door die vel dat hij een beetje. Maar dat is bij Game of Thrones natuurlijk ook, hè? Die oude gast in de council. Die dan opeens zo één aflevering heeft. Dat hij gewoon recht oploopt. Ja, dat is die gast. Ja, ja, ja. Meester Pycelle. Grand Meester Pycelle. Oh, en dan zo. Ja, dan heeft hij opeens weer problemen. Prachtig. Kijk, koude vel. Dat hij gewoon met een hoer uit bed rolt en dan even zo. Verder als een fiddle. Ik zit nog even... Oh ja, die zoon van... Die vader en zoon soort van verhaal. Ja, dat is ook zo. Maar dat is ook weer gewoon niet opgebouwd. Nee. Oh ja. Ja, ja, ja. Oh, ja, die vader die zo jong was, dat hij bijna geen zoon kon hebben. Weet je hoe het eigenlijk over zijn broer had kunnen zijn? Ja, eigenlijk wel. Het kwam echt gewoon over alsof ze hadden zo van, ja, dan hebben we een hele vette zin. En dan, ja, dat is heel emotioneel. Ziet hij zijn zoon doodgaan en dan later... Komisch ergens. En dan later nog een keer gedacht van, oh ja, maar die zoon moeten we ook nog ergens introduceren, jongens. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, en dan werd hij een beetje bij de haren bijgesleept. En toen die zoon doodging, zat ik echt in de beeld. Ah, gelukkig hoef ik dat van meer. Ja, het duurde zo lang voordat ik een keer echt dood ging. Dat je echt zo had van, ja, schiet nou op, I don't care. Precies, daar maar kon zelfs ook wel wat uit. Die koning die dan ging op een gegeven moment sneuvelde, dat je echt dacht van, okay, ja, weet je, hier zit ook totaal geen emotie of iets in. Weet je, maar dat vond ik wel het verrassendste van de film. Ja? Maar dat die koning zo makkelijk zei, hey, als je mij nou even doodmaakt, dan is het gewoon klaar. Ja, inderdaad. Dat is best wel oké. Okay. Ja, gaan we dat nu heel doen? Heel makkelijk. Ja, gewoon die ding kwam al een beetje uit de lucht vallen. Ja. Ik zat ook zo van... Maar dat was weer dat cliché dat ik had zoiets, had je kunnen verwachten. Ja, die een beetje. Helderdaad opoffering. Ja. 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 Ik weet maar niet. Het minst, ik denk, ja, wel de minst cliché. Nee, dat klopt wel. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel eens vet opgezet dat je dan straks die ork hebt die dan soort van als insider, als double spy als het ware... bij die orks zit. Ja. Terwijl zij eigenlijk de andere mensen denken ook dat zij dus nu gewoon die koning hebben vermoord. Ja, even visueel. Ja, drie zoutvaartjes. Ja, precies. Dat vind ik op zich wel cool. Ja, dat is ook. Dan krijg je straks dat zij weer de humans moet overtuigen dat ze nog wel aan hun kant staat. Of dat ze dat misschien en niet hij gelooft doen. Natuurlijk niet. Maar eigenlijk zijn ze verliefd. Precies. Inner struggles. Ja, die liefdesding, dat
Dat die gast aan het janken was om zijn zoon. En toen zei ze van, ja, maar ik ben best wel een hete orkchick. Oké. Ja. En dan volgens mij was er... ging net te vroeg, jongens. Ja, ik zie zijn punt wel. Ik heb ook geen zoon, dus ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar... ja. Was dat een officieel statement? Ja, volgens mij wel. Maar je hebt ook geen orkchick, dus... Nee, helaas niet. Maar ja, weet je... Als je moderne kijken techniek. Ik weet niet hoe goed CGI wordt. What a time to be alive. Ja, precies. VR. Heb je nog iets op je lijstje staan, Alex? Nou ja, ik denk dat het meeste is eigenlijk wel aan bod gekomen. Ja, dat het film $160 miljoen heeft gekost qua productie. Valt mee. Dat valt me heel erg mee. Ja. Dus maar Lord of the Rings was ook zoiets, toch? Was 300 zoveel voor alle drie. Hmm. Maar ja, dat is natuurlijk... Maar dan praat je over 20 jaar geleden. Ja. Ja, sorry. Ja, 160 is dan best wel... Nu, tegenwoordig zie je best wel veel, 200 miljoen, 250 zelfs. 250, gewoon de grote zomerblockbusters zijn eigenlijk altijd al 200, 250, ja. En wat ik wel heel erg tof vind, is dat ze echt wel gebieden uit de World of Warcraft, of Warcraft universum hebben gebruikt. Zoals die plaats, ik weet niet meer exact waar zich dat afspeelde. Ik ben een heel slechte naam, maar jullie weten dat vast. Er was iets met Stone... Stonehill, volgens mij. Stonehills, ja, dat zou wel kunnen inderdaad. Maar dat is wel iets herkenbaars voor de fans natuurlijk. In de Sky City of zo. Ja, alleen ik ken alleen. Wat ik had gelezen is van, dat is me ook niet... Kijk, het verhaal waar de humans zich af... Of het universum van de humans, dat is veel groter dan in het werkelijkheid. Want dat heeft zich al in 4 stukken opgeknipt. Dus ik vraag me ook een beetje af van waar in welk... deel van de Warcraft universum heeft dit zich afgespeeld. En welke tijd, zeg maar. Omdat het al heel aan wat jaren terug gaat ook. Ja. Dus dat is een beetje, dat is soms denk ik ook wel een beetje voor de Warcraft fans een beetje lastig om te beseffen of om te begrijpen. Ja. Heb jij gehoord, of iemand gehoord, of Warcraft fans dit nou cool vinden of niet? Nou, ik heb wel gehoord dat de echte diehard Warcraft fans dat die over het algemeen positiever zijn dan film. Dan de gewoon zeg maar het klootjesvolk zoals wij die gewoon die film zien. En dus ergens ook is het op zich ook wel logisch, want je weet het hele verhaal er al achter, dus je weet je hoeft alleen maar, het is weer zeg maar, het is een onderdeel van dat verhaal wat zich echt maar op je televisie. Ik denk dat het inderdaad vooral met de lore afspeelt. Zo te maken heeft. Dat je gewoon dingen kijkt gewoon lekker weg. Ja. Want je weet alles al. Je hoeft niet na te denken van... oh, dat zo en zo zit het in elkaar. Ja. Dus ik denk dat dat de voornaamste reden is voor fans onder ons. Ja, als de fans van Warcraft het goed vonden... heeft Blizzard het wel goed gedaan. Want die zijn de harshest critics, volgens mij. Ja. Als je daar wel iets fout doet... dan is het meteen, afgelopen, doen we nooit meer. Ja, maar ik had ook niet verwacht... dat die film ooit uit was gekomen als Blizzard... er geen goed gevoel bij had. Want Blizzard is wel een zo'n uitgever... dat moet 100% zijn of niet. Ja, ze hebben wel in het verleden vaker... van die radicale beslissingen gemaakt... met een shooter van StarCraft bijvoorbeeld... een ander universum binnen Blizzard... Die hebben ze gewoon compleet van de kaart afgeveegd. Omdat er gewoon, niet goed genoeg. Omdat het niet goed genoeg is. Dus. Misschien nog een leuk feitje. Ik herinner me ineens dat, geloof ik, ooit Uwe Boll, legendarische filmregisseur, die heeft ooit nog een keer een plea gedaan bij Blizzard. Of die alsjeblieft een film mocht maken van de Warcraft franchise. Ik denk dat Blizzard wel zo slim is om dat juist niet te doen. Dat was ook mijn grootste angst. Dat ik echt dacht van, ik hoop niet dat het zo'n film wordt. Want dan kun je het eigenlijk bijvoorbeeld al afschieten. Ja, dan kan het gelijk bij het grof. Dus, precies. Ja. Dus. Nou... Dankjewel Alex dat je er was. Kom je weer terug voor Assassin's Creed? Ja, eind dit jaar, hè? Begin volgend jaar. Echt, dan pas? Dan pas, ja. Ik dacht deze zomer eigenlijk. Dat doe je nog opletten als ze die trailer zien. Ja. Dan dus. Ja, dan. Ja. Leuk, top. Tuurlijk. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering van... Filmhurts. Jee. Als ik deze film een ster moest geven, dan kreeg ik mij een bruine ster.